begeleid door bereden ere-escorten Koninklijke Marechaussee en het Korps Landelijke Politiediensten. De gala-lijkkoets, voor een groot deel ontworpen door koningin Beatrix, wordt getrokken door 6 paarden. Langs de hele weg naar Delft staan militairen uit de verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. 6.000 in totaal. Grootmeester Heer Waldeck, koningin koningin van Spanje, koningin Margaretha, prins Charles van Engeland. Zodra de stoet binnen de gemeentegrenzen van Delft is, wordt de klok van de Oude Kerk geluid. Een heel oude klok die alleen maar luidt bij heel bijzondere gelegenheden. Prins Bernhard met zijn dochter Irene, voorafgegaan door de grootmeesteres mevrouw van Loon-Labougère. Achter prins Bernhard, prinses Margriet en haar man, de heer van Vollenhoven, en daarachter prinses Christina. Prins Klaus op weg naar zijn laatste rustplaats in de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. De dienst in de Nieuwe Kerk is in nauw overleg met het gezin van prins Klaus samengesteld. De dienst wordt geleid door dominee Karel Terlinde en priester-dichter Huub Oosterhuizen, persoonlijk vriend van prins Klaus, doet een schriftlezing en de overweging. De koningin heeft gekozen voor muziek waar zij en haar man graag naar luisterden in de kloosterkerk in Den Haag. Onder leiding van dirigent Jos Vermunt spelen en zingen het residentie Bach Orkest en Bach Koor. Koningin Beatrix, begeleid door haar zoon prins Johan Friso. In de kerk 1800 genodigden uit binnen- en buitenland. Autoriteiten en bevriende leden van vooral Europese vorstenhuizen. Kroonprins Willem-Alexander met zijn vrouw prinses Maxima groet het vaandel. En dat doen ook prins Constantijn en zijn vrouw prinses Laurentien.
Hem overkwam het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen, zei hij in 1986. Aarde donker, de zon. En daarna overkwam het hem weer en volgde de afbraak van zijn lichaam en van zijn spraakvermogen. Dat alles heeft hem, zelfs in de zwaarste maanden, niet tot een bitter en cynisch mens gemaakt en niet zielig. Alsof er iets was dat er tegen opwoog. Iets dat sterker was dan de pijn. Dat was zijn gehechtheid aan het leven en zijn onvoorwaardelijke verbondenheid met u, zijn vrouw, en met jullie, zijn kinderen. Op Koninginnedag van dit jaar keken wij op zijn kamer in het AMC naar de televisie. Het bezoek van de koninklijke familie aan Hogeveen en Meppel. Het geluid stond zacht. Daar zijn ze, zei hij. Moet je ze zien? Ze doen het goed. En daar stond ik, wees hij. Dat was mijn plaats, naast haar. Hij straalde. In mijn jonge jaren, zei hij, wist ik niet waar ik nu eigenlijk bij hoorde. Bij Duitsland, bij Afrika. En toen kwam Nederland er ook nog bij. Maar nu hoor ik bij hen. De God die mensen gebiedt en smeekt zich over elkaar te ontfermen, wordt in de Bijbel bezongen als een schoot van ontferming, als trouw en erbarming in persoon. Zo ook in het Duitse lied dat voor deze uitvaart gekozen werd. Dat wij het zingen in het Duits, er is ook een Nederlandse versie op dezelfde melodie, dat is om hem te eren die als Duitser in staat was Nederlandse oorlogswonden te genezen. Neem mijn handen, leid mij ten einde toe. Klaus hoopte dat ook dat hem overkomen zou.
Nu Klaus, Georg, Willem, Otto, Frederik, Geert van Amsberg uit dit leven is heen gegaan. Nu leggen wij zijn lichaam in deze kerk te rusten. Wij geven hem uit handen, in de handen van de levende God, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Of wij leven of sterven, het is voor de Heer. Hem behoren wij toe. Thank you.
bidden wij tezamen het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Thank you.